hebben Jozef en John met elkaar gemeen? Ja, toch dat stukje van dat ze een beetje buiten de groep staan. Wel erbij horen, maar toch ook iets hebben waarvan mensen denken, hè? Ja, dat stukje wat het net wat interessanter maakt misschien. Hebben Roy en Jozef dingen met elkaar gemeen? Ik denk het wel. Hij is een dromer en ik hou van dromen. En Jozef is ook absoluut een vechter. En ik denk dat ik in dit programma toch echt wel heb laten zien dat ik ook kan knokken. Ik denk positieve uitstraling met een brutaal randje. Waarom wil ik deze rol zo graag? Omdat het me gewoon een onwijs leuke rol lijkt. Het is echt een rol die bij me past. Ik denk dat ik de stem heb en de looks. In ieder geval krullen en een beetje kleur. Dus ik kan wel door volgens mij voor iets Joods. Omdat ik al die facetten bezit die me tot Jozef maken. Die verschillende kleuren van die jas. Stem. En het is een beetje een stoere jongen met een zacht kantje. Jozef is onwijs zichzelf op het toneel. En hij is vrolijk. En het voelt gewoon helemaal hetzelfde als Jozef. Dus vandaar dat ik zo zeg, de muziek is leuk. Het is een feestje om naartoe te gaan. En 100 verschillende muziekstijlen komen er doorheen, om het maar even zo te zeggen. En het is fantastisch. Why just can't wait?